Fietsgebruik wordt gestimuleerd of moet gestimuleerd worden door de overheid. En als Fietsersbond proberen we ook het beleid daartoe te bewegen. Dat veronderstelt veilige fietspaden, dat veronderstelt ook allerlei omkaderende maatregelen. En een fietspunt past perfect in die omkaderende maatregelen. Plus dat de fietsstallingen onderhouden worden of de fietspunt onderhouden wordt door de mensen uit de sociale tewerkstelling. En op die manier is er ook een pluspunt naar dat domein van de werkstelling toe. Als fietspunt medewerker moeten wij het hier eigenlijk proper houden. Dus alles netjes opkuisen hier en dan de fietsen ook deftig in de rekken te zetten. Dat is het concept eigenlijk van de sleutelbox, ook voor de fietsen door de fiets te laten stellen. Dus als de meesten hier toe komen in het station in Tiele, kunnen ze de fiets ook laten maken als ze plat hebben gereden. En dan moeten ze gewoon bellen naar hun nummer hier. En dan geven wij de code van deze kastje, dan kan je dan je sleutel insteken. En dan komen wij de fiets dezelfde dag nog halen en ook dezelfde dag terugbrengen. En dan kunnen de meesten s'avonds terug met mijn stelde fiets eigenlijk terug naar huis fietsen. Inderdaad, enkele jaren geleden zijn we nog mee in Mol aan de manifestatie gaan deelnemen voor het bouwen van de fietspunten. Vandaag, enkele jaren verder, staan we gelukkig in de situatie dat de fietspunten enerzijds behouden zijn en anderzijds dat er nog fietspunten bijgekomen zijn. En de rol daarin van de provincie, met name ook van Peter Bels, is daarin onmiskenbaar.
En een fietspunt past perfect in die omkaderende maatregelen. Het heeft te maken met de dienstverlening aan de reizigers. Als zij dus met een kapotte fiets hier zouden aankomen, dat hun fiets s'avonds hersteld is. Het heeft te maken met het netjes houden van de fietsenstalling, met het netjes houden van de omgeving. En eigenlijk alles wat kan bijdragen om het fietsgebruik te stimuleren is meegenomen. En een fietspunt past perfect in dat kader. Veel product, heel veel product, ja. En allee, je komt hier binnen, de mensen zeggen een goeiedag. Eerst was dat precies hier zo, je kent dat wel, hè. Zou ik iets zeggen of zou ik niks zeggen? Maar ik doe ze spreken, hè. Ik zeg altijd een goeiedag.
dat je ook nog eens begint, ja, als ze de sluiting bedreigd waren. Ja. Ja, de fietsputten waren dus met de sluiting bedreigd en dankzij de inspanningen van de provincie en met name ook van Peter Belles zitten we vandaag in de situatie dat de fietsputten er zijn, nog altijd zijn, enerzijds, en anderzijds dat er fietsputten bijgekomen zijn, zoals in Tielen. En we kunnen daar alleen maar blij om zijn. Plus dat er eigenlijk op die manier ook een clustering is gekomen van verschillende domeinen, onder andere ook de inbreng van de sociale economie. En eigenlijk is de provincie, omdat het toch een soort van overkoepeling vereist is, dus om dat soort punten gaande te houden, is eigenlijk een overkoepeling noodzakelijk. En we denken dat eigenlijk de provincie een goed domein is om die overkoepeling te realiseren. En we kunnen er alleen maar blij om zijn dat die fietspunten er zijn. Ja. Ja, 2 jaar geleden waren de fietspunten met sluiting bedreigd. Zijn we ook als fietsersbondafdeling nog naar Mol geweest voor te manifesteren voor het behoud van de fietspunten. Ondertussen staan we 2 jaar verder en zijn we gelukkig in de situatie beland dat enerzijds de fietspunten behouden zijn en anderzijds dat er bijgekomen zijn, met name in Holen, in Tielen en in Dalen. En mede dankzij de inbreng van de provincie en ook met name van Peter Belles kunnen we die toestand alleen maar toejagen en hopen dat er ook naar de toekomst toe verdere nieuwe initiatieven komen om de combinatie te maken van sociale tewerkstelling, van dienstverlening aan de reizigers, dienstverlening aan de fietsers. En wat dat betreft zijn er denk ik nog wel mogelijkheden, onder andere fietscafés en een herwaardering van de dorpskern die zeker pas op dat punt nog kansen bieden. Heel goed. Ik Ja, het concept van fietssleutelbox is eigenlijk dat ze dan een nummer moeten bellen. Voor dat de mensen hier aankomen, voor met platte band of ketting kapot, dan kunnen ze dan een nummer bellen. Dan geven wij een code aan dit kastje, steken ze een sleutel erin en dan komen wij die fiets halen. En dan brengen we die ook s'avonds terug. Alleen als het noodzakelijk is, met echt een stuk aan de fietsen, niet voor een volledig nazicht of er iets klein aan, dan kunnen ze beter naar de fietshandelaars hier in de buurt rijden. Want het is niet de bedoeling dat wij dat ook allemaal gaan doen. Vertel eens, wat moet jij hier allemaal doen? Als fietsmedewerker moeten wij het hier eigenlijk wat proper houden en de fietsjes beter zetten, wat correcter zetten. Dat ze toch niet altijd naast de rekken staan, maar meestal in de rekken. Dat is zo een beetje klein samengevat, dat we alles zo een beetje wat proper en netheid eigenlijk.
Ja, Fietspunt kadert eigenlijk in de visie op fietsbeleid. En het is niet alleen het is dus belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Maar dat kan door fietspaden, maar ook door allerlei omkaderende maatregelen. En een fietspunt is daar zeker en vast een onderdeel van. Omdat het ook een dienstverlening is aan de reizigers. Dus het is eigenlijk een combinatie van twee factoren. Het stimuleren van het openbaar vervoer, om de trein te nemen in dit geval. Maar ook tegelijkertijd dienstverlening voorzien aan de mensen die met de fiets naar de trein komen. Als hun fiets defect is, dat er dus een dienstverlening is, dat die kan hersteld worden. Dat alles wat met fietsenstallingen te maken heeft, dat die netjes onderhouden worden. Wat dan eigenlijk ook een meerwaarde heeft in het kader van vandalismebestrijding. Dus eigenlijk heeft men hier een bundeling van allerlei voordelen op één punt eigenlijk. En dat is zeker en vast een heel goede zaak voor onze gemeente.